Wanneer moet je nu weer updates gebruiken? Blijft altijd een lastige vraag en vandaag ga ik het aan jullie uitleggen. Misschien hebben jullie al wel eens gehoord van TOG-waarden. Dit staat voor Thermal Overall Grade. Aan de hand van de TOG kun je dan zien hoe warm een dekentje is en hoeveel lichaamswarmte het dekentje vasthoudt. Een schemertje op onze hangtag. En ik zal hem zo ook nog even in beeld laten zien. Al onze dekentjes zijn enkel en dubbel getest op TOG. Dit kun je altijd vinden in de waslepels. Dus die zitten hier beneden bij het herkensysteem in de hoek. Daar staat dus op hoeveel de TOG enkel is en ook dubbel gevouwen. Ook zijn al onze stoffen Ecotex 100 klasse 1 gecertificeerd. Dit betekent dat er geen schadelijke stoffen zijn gebruikt die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van je baby. Check wel altijd even het nekje van je kindje, want als daar te klam of te koud aanvoelt, dan is dat natuurlijk niet goed. Ieder kindje is anders, dus het is echt een beetje een hulpmiddel, die TOG. Maar pin je er niet te veel op vast. Onze warmste dekentjes zijn die met teddy aan de binnenkant. Deze is gemaakt van 100% microfiber en de buitenkant is 100% katoen. Over die microfiber krijgen we vaak een vraag. Dat is natuurlijk een synthetische stof. Maar wat een hele mooie kwaliteit is van goede synthetische stoffen tegenwoordig, is dat ze dus vocht doorlaten en het niet opnemen. Dus als je kindje gaat zweten, dan wordt het dekentje niet nat, zeg maar, van het zweet. Maar laat het microfiber het vocht door, waardoor het dekentje dus gewoon droog blijft. En dat is een heel groot voordeel van microfiber. Als je daar iets meer over wil weten, dan kun je dat vinden op www.veiligheid.nl. Daar staat alles uitgelegd over microfiber, synthetische stoffen, wol, katoen. Onze dekentjes met teddy aan de binnenkant, die zijn dus het warmst. En die hebben een TOG van 2.0. Dat is dan weer te vinden in het waslabel. En dubbelgevouwen hebben ze een TOG van 3.5. Deze zijn dus ideaal voor, zeg maar, het hele seizoen, behalve als het echt heel warm is buiten, dan zou ik deze niet adviseren. Tussen de 10 en de 20 graden wordt een TOG geadviseerd van tussen de 2.0 en de 3.5. Dus bij 20 graden maximaal 3.5. Dan heb je dus dit tekentje is 2.0. Dan heb je bijvoorbeeld een pyjamentje, dat is 1.5. Dan heb je een lakentje, dat is 1.5. En dan zit je dus op 3.0. Kun je een rompertje aandoen. Dus dan zit je gewoon wel altijd goed bij 20 graden. Tegenwoordig zijn huizen wel heel goed geïsoleerd. Dus vooral de nieuwbouwhuizen. Dan kun je beter kiezen voor een wat dunner dekentje. Dit is dan een combinatie met het tuck-in dekentje met de teddy. Bijvoorbeeld onze nieuwe corduroy collectie. Deze hebben een hele mooie ripstof aan de buitenkant. En aan de binnenkant een mooie velvet, heel zacht, super, dik, super comfortabel. Deze dekens zijn ietsje zwaarder. Waardoor dat ook voor heel veel kindjes heel fijn is, omdat dat ook wat veiliger dan aanvoelt. Deze hebben een TOG-waarde van 0.8 en dubbelgevouwen van 1.6. Staat ook weer aan de binnenkant op het waslabel. Deze kun je trouwens ook echt heel mooi combineren met het hoeslakentje Believe One Grey bijvoorbeeld. De kleur matcht daar heel mooi bij en als je wat rustiger houdt, zeg maar, dan is deze wel echt heel mooi. Daarnaast kun je deze in de winter weer heel fijn gebruiken met een beetje een middelwarm slaapzakje. Vaak hebben de slaapzakjes ook een TOG-waarde, dus dat kun je dan ook meestal in het waslabel vinden.
En dit is dan de combinatie met het corduroy dekentje. Dan hebben we onze ombre gebreide dekentjes. Die hebben ze verlopen zeg maar, van licht naar donker. Die zijn gebreid van 100% katoen gemaakt. En die hebben een TOG van 0,7 en dubbel gevouwen 1,4. Dat verschilt dus niet heel veel met de corduroy collectie. Maar ja, het is maar net waar je van houdt. Misschien hou je meer van gebreid, misschien meer van rib. Deze kun je dus ook weer heel fijn gebruiken in combinatie met een wat dikker slaapzakje. En het ombre gebreide dekentje. In de winter. Heel belangrijk. En dan worden onze sweddels, de XXL, heel vaak gebruikt als het echt heel warm is buiten. Dus deze hebben we niet laten testen op TOG. Maar dit is van dubbellaags hydrofiel gemaakt. Lekker luchtdoorlatend. Dus ideaal in combinatie met een lakentje bijvoorbeeld. Of gewoon alleen met de sweddel. Dus ja, die zijn echt heel fijn. Multifunctioneel. En de sweddel. En wat dus ook nog een optie is, is een dekbed overtrek. Als je hier geen dekbed in doet, dan heb je gewoon dubbele katoen, zeg maar. Dus die zijn ook heel fijn voor in de zomer. Let wel even op dat je dus pas vanaf 2 jaar een dekbed erin mag doen. Wel bij een baby speciaalzaak een speciale deken halen voor in het dekbedje. Die zijn wel veilig bevonden en als je liever een dekbed overtrek gebruikt dan een dekentje, dan kun je deze gewoon goed gebruiken in combinatie met die deken. Daarnaast hebben we dus 2 maat dekentjes. Het wiegformaat dat is voor een bedje van 40 bij 80. En die past, de kindstuk zeg maar, past dus op een rechthoekig matrasje, maar ook op een ovaal matrasje. En ook super in de kinderwagen, maar dat hebben jullie in het vorige filmpje allemaal gezien. En daarnaast hebben we dan dus het ledikantformaat dekentje. Het dekentje past in principe ook op een beetje van 70 bij 40, alleen is hij dan natuurlijk net wat korter en zit hij wat strakker om de hoeken. Dus hou daar even rekening mee. En dan hebben we 3 maten dekbed overtrekken. Eentje is voor een dekbed van 100 bij 135. Die passen dus heel goed op een ledikantje van 60 bij 120. Of bijvoorbeeld een peuterbed of een Duitse formaat bedje 70 bij 140. Daarnaast hebben we dan nog peuter of junior formaat. Die zijn van 120 bij 150. En dan nog voor 1 persoon 90 bij 200. Als jullie nog vragen hebben, dan horen wij die natuurlijk weer graag. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En ik wens jullie een hele fijne dag. Doei!